Op dinsdag 16 april stemde de gemeenteraad van Asten unaniem voor de locatie van het nieuwe gemeenschapshuis en dat komt te staan in de Kerkstraat waar nu de klepel staat. Dat was toch een historisch moment. En dan begin ik bij de heer Van der Einde. Voor. De heer Wever. Voor. De heer Van Egmond. Voor. Mevrouw Rode. Voor. De heer Van Spijndel. Voor. De heer Bankers. Voor. De heer Leenders. Voor. De heer Van der Einde. Voor. Mevrouw Vossen. Voor. De heer Van Helmond. Voor. De heer Van Kerkhof. Voor. De heer Bankers. Voor. Ja. Mevrouw Berkers. Voor. Van Kan. Voor. De heer Van Bomen. Voor. Van Welten. Voor. Meneer Niesen. Voor. Wat trouwens niet spoor na afloop van de raadsvergadering, een heel belangrijke raadsvergadering. Proficiat. Ja, dankjewel. Unaniem. Dat betekent voor u heel wat. Ja, het is natuurlijk een perfecte uitslag dat alle fracties erachter staan. We hebben het plan ingediend, het raadsvoorstel ingediend en alle fracties zijn het ermee eens. Dat wil nog niet zeggen dat we klaar zijn, hè? Dat heb ik al eerder gezegd. Het werk begint nu pas, maar we mogen door en daar ben ik heel blij. Bij de discussie, waren die werksessies wel nodig? De werksessies waren zeker nodig. Een van de belangrijkste punten uit de bestuursopdracht was nou eenmaal draagvlak hebben bij de inwoners van Asten. En daar hebben die werksessies zeer zeker aan bijgedragen. Ik denk, zonder de werksessies hadden we de parameters, of ja, de gronden of de criteria niet gehad. Hadden we ook geen beoordeling kunnen doen. Dus ja, de werksessies zijn essentieel geweest. Ik merkte wel dat sommige gemeenteraadsleden toch wel een beetje schuchter waren van als de wethouder maar alles vertelt. Ja, dat klopt en dat mag. Hè. Daar zijn ze ook raadslid voor om kritisch te zijn. Aan de andere kant hoorde ik ook terug dat ik in de voorgaande periode ook zo goed op de hoogte heb gehouden bij elke commissievergadering. En ik heb zelf aangegeven, dat ben ik van zins om weer te gaan doen, hè, in de komende periode. De beste manier om alles mee te krijgen. Ja, ik wil ze ook gewoon meenemen daarin. En ook bij de werksessies die ook weer gaan komen, zijn ze ook uitgenodigd. Was nog even het punt om het plan van aanpak wat er gaat komen, om dat echt formeel een toetsingsmoment te maken. Maar daar ging maar één fractie, was daar voorstander voor en de rest niet. Dus ze hebben ingestemd met mijn, ja, met het aangeven van mij om ze te goed te informeren. En dat ben ik ook van plan. De rol van de Stichting Gemeenschapshuis Asten, of aan het besturen, wat wacht daar voor iets? Wij gaan dadelijk werken met werkgroepen en een stuurgroep. En de werkgroep, moet je voorstellen, dat is de werkgroep Visie waar de maatschappelijke organisaties in zitten. Die ook moeten gaan samenwerken. Dan heb je een werkgroep Bouw. Bouw en Realisatie, meen ik dat die komt te heten. Je hebt de werkgroep, de interne werkgroep, dus de ambtenaren. En vervolgens heb je de werkgroep exploitatie en dat is een belangrijke. Want daarin zal de stichting, dan heb je het over horeca, dan heb je het over zalen, reserveringen enzovoort. Daar komt de stichting ook in terug. Samen met een aantal mensen van verenigingen die aan hebben gegeven dat ze dat willen. En ook de projectleider. En daarboven hangt dan een stuurgroep. Waar ik waarschijnlijk deel van uit ga maken. En die stuurgroep, daar zitten de vertegenwoordigers van al die werkgroepen weer in. En naast dat alles zal er een vastgoedstichting komen. Waar het eigenaarschap en de financiën vanuit de gemeente ingeregeld worden. De bezetting is, alles is bezet? Iedereen is, alle poppetjes zijn ingevuld? Nee, want het plan van aanpak is nog niet definitief. Er zijn al mensen die zich al aanmelden zonder dat er een plan van aanpak is? Ja, daar hebben zich mensen aangemeld. Sorry. Tijdens de werksessies hebben mensen al aangegeven van ik wil wel meedenken in het vervolg. Ook bij de beoordelingsmatrix stond als laatste parameter rol gebruikers. Want dat is door hen zelf aangegeven. En daar ook op dat blad hebben een aantal mensen gezet van ik wil meedenken in de toekomst. Dus die hebben we meteen opgeschreven. Ja, en dan wordt er haast geboden, want ik hoorde iets van 8 maanden gaan we bouwen. Ja, 8 maanden is de planning om het plan helemaal. Kans je erbij? Met de vakantie erbij, ja, dat hebben we vorig jaar ook gewoon doorgedaan. 8 maanden zijn bedoeld om het plan helemaal uit te werken en alle contracten en de bouw en de tekening en nou ja, alles wat er vanavond genoemd is.
En dan is het de bedoeling dat er naar de schop in de grond gaat. Maar ik heb al van veel Astenaren gehoord, als je doorrekent, kom je uit bij de carnaval. Dus ik denk dat dat nog wel even een momentje van herbezinning vraagt. Want het lijkt me handig om niet precies in de carnaval te gaan zitten. Maar ook daar zullen we nog verder over nadenken.